Goedenavond en welkom bij Studio PNM, elke vrijdag met nieuws en actualiteiten. En vandaag trappen we af met burgemeester Wilma Delissen van PNM Maas. Goedenavond. Dag. We gaan het hebben over de ondermijnende criminaliteit en over een onderzoek dat heeft plaatsgevonden. Want de afgelopen weken sloot u verschillende panden in de gemeente. Burgemeester Delissen sloot de laatste maanden 6 panden in PNM Maas omdat er drugs werd aangetroffen door de politie. Inwoners van PNM Maas moeten zich volgens de gemeente veilig voelen in hun straten, wijken, dorpen en het buitengebied. De productie en handel in drugs vindt zij een onwenselijke situatie die ernstige gevolgen kan hebben voor de openbare orde en veiligheid. Samen met gemeenten in de regio werden de handen al in elkaar geslagen met de campagne Kijk niet weg. En werden er oproepvideo's gemaakt om burgers alert te maken op vreemde situaties. Ik kreeg een telefoontje van de politie die me vroeg om mee te gaan naar de ontmanteling van een hennepkwekerij in onze gemeente. Beste mensen, kijk niet weg. Meld verdachte situaties. Samen staan we voor een veilig PNM Maas. Ja, burgemeester Delissen, dat zijn heel wat locaties die gesloten zijn. Ja, dit jaar hebben we wel tussen uitroeptekens, om dat zomaar te zeggen, een topjaar. We hebben tot nu toe op zeven locaties sluitingen moeten doorzetten. Waarvan op één locatie zeg maar 2 loodsen, dus van 1 bedrijfsgebouw. Dus we zitten nu al, de teller op 8 staat die nu. En toevallig heb ik ook deze week weer een aankondiging gedaan. En gaan we ook weer een besluit nemen om nogmaals een pand te gaan sluiten. Dus wat dat betreft hebben we heel veel in het vizier gehad afgelopen jaar, veel meldingen binnengekregen, veel zaken op kunnen pakken en toch weer een hele kleine bijdrage kunnen leveren aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Van hey, niet alles blijft onder de radar. Dus dit zijn vaak wel zaken die aangekaart zijn bij ons of die opgespoord zijn door Innexis bijvoorbeeld, omdat ze zien dat er wat is in het extra energieverbruik. Dus wat dat betreft een mooie opbrengst, maar dat hoort natuurlijk niet. Is het positief of negatief? Ja, nou ja, het is natuurlijk heel mooi dat het opgespoord wordt. Want het is toch een vaak grote netwerken die erachter zitten, die echt ook criminele activiteiten doen. En dat beperkt zich niet alleen tot de gemeente PNM Maas, maar vaak ook nationaal, internationaal. Het is ook een signaalfunctie van, nou ja, goed, één keer ga je toch voor de bijl. En of dat nou een hennepkwekerij is of ook een productie van synthetische drugs en dergelijke. Dus van de ene kant goed dat het opgespoord is, maar van de andere kant is het soms ook dweilen met de kraan open. En heel veel mensen die er toch nog op de een of andere manier intrappen om in die wereld te stappen met alle gevolgen van dien. Ja, mensen zijn heel alert. Of alerter de afgelopen jaren? Ja, dat geloof ik vast. We hebben natuurlijk de bewustwordingscampagnes gedaan. We hebben een paar jaar geleden ook de aftrap gedaan in PNM Maas. Op de markt bijvoorbeeld, van er zit een luchtje aan. Nou, op dat moment kregen we ook wat meer meldingen binnen. Was de geur van drugs? Of, van een synthetische productie. Ja. Dat vrijkomt zeg maar, bij de productie van synthetische drugs. Nou ja, hoe kun je dat nou opsporen? Nou, hennep, ik denk dat iedereen dat wel ruikt. Tenminste, ik vind het ontzettend stinken. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, ik vind het niet vies, maar ik ruik het wel. Dus dat zijn wel de bewustwordingscampagnes die we gedaan hebben. We hebben die regionale drugscampagne gedaan, synthetische drugs, waar moet je op letten. Maar ook lokaal aandacht gevraagd in verschillende dorpen, op markten waar gestaan is. Altijd aandacht vragen voor de georganiseerde criminaliteit die zich manifesteert in alle dorpen. Dat zien we ook op basis van de sluitingen die we hebben afgelopen jaar. En vaak ook in het buitengebied? Ja. Dat is natuurlijk ook wel van de ene kant wonen we in een prachtige, uitgestrekte gemeente. Met hele mooie agrarische bedrijven. Ook heel veel agrarische bedrijven die de komende jaren gaan stoppen, wat anders gaan doen. We hebben veel stallen zeg maar, die leegstaan. Ja, en dat zijn nou net de plekken die criminelen eigenlijk nodig hebben om in ieder geval buiten beeld te blijven. En bij iemand aan te kloppen die misschien op dat moment wat geld nodig heeft. Van, nou, ik kan wel zorgen dat jij financieel er wat beter op wordt als ik bij jou die loods mag huren of die schuur mag huren. Maar ook in woonwijken mensen die het financieel moeilijk hebben, die op een gegeven moment toch in aanraking komen met de onderwereld en die er eigenlijk ook intrappen en er niet meer uit kunnen. Dus jaren te maken hebben met criminelen die hun echt onder druk zetten. Ja, want als je eenmaal ja hebt gezegd, dan kom je er haast niet meer vanaf. Nee, je kunt niet zeggen, nou, het levert me eigenlijk wat mooi op. Ik ga een paar oogsten wil ik wel hebben. Dat levert me een paar duizend euro op. En dan stop ik ermee. Zo werkt dat niet in de criminaliteit.
criminele werelden. Dus als je eenmaal bekend bent en ze weten dat jij af en toe jouw locatie ter beschikking stelt, of dat jij een zolderkamer hebt ingericht, dan heb je soms een paar mooie oogsten. Maar dan kun je niet zeggen, ik stop ermee. Want dan word je op een andere manier onder druk gezet. En daar zijn ook hele schrijnende verhalen van mensen die daar helemaal financieel door in de problemen komen. En ook echt strafrechtelijk een geweldig groot strafblad opbouwen. Wat je levenslang kan achtervolgen bij sollicitaties, op zoek naar een nieuwe baan, op zoek naar nieuw werk. Daar kom je niet meer zo makkelijk vanaf. Nee. Afgelopen weekend hebben mensen een flyer in de bus ontvangen. We zien hem hierachter. Ook om te zorgen dat ze alert blijven. Ja, dat is de campagne Kijk Niet Weg. Dat is de campagne die we met de 8 Noord-Limburgse gemeenten opgestart hebben met elkaar. Waar we ook als gemeente uitwisseling hebben van signalen die er zijn. Want nogmaals, wat ik straks zei, het beperkt zit niet vaak tot 1 gemeente. Het zijn nationale of internationale netwerken die een heleboel locaties hebben. Misschien in onze gemeente, maar ook in de buurgemeentes. Dus het is, dat is ook de reden waarom we een gezamenlijke aftrap hebben gedaan. Kijk niet weg, meld altijd. Er zijn verschillende manieren om te melden. Dat kan via meld misdaad anoniem. Dat kan via kijk niet weg, @pelemaas.nl. Dat kan ook altijd via een vast telefoonnummer wat er is. Want het kan best zijn dat als jij een melding doet, en dat blijkt dus een wat grotere locatie te zijn, dan zie je vaak ook weer criminele verbanden naar andere gemeenten. Dus we moeten in dit soort gevallen gezamenlijk optrekken. En daar is deze campagne voor Kijk Niet Weg. Heeft dat effect? Heeft het effect. Als ik nu kijk, afgelopen jaar. Dus dat we toch tot nu toe al aan 8 locaties zijn. En er komt er nou weer 1 bij. Zijn er toch. We hebben ook even gekeken, hoe komen die meldingen nou binnen? Die komen heel divers binnen. Dus, maar er zijn wel mensen die dus echt ook meldmisdaad anoniem bellen. Bij de politie een signaal afgeven. Onze BOA's een signaal afgeven. Die natuurlijk ook onze ogen en oren zijn. En dus ik heb zo'n gevoel dat met name elke keer weer het opstarten van een bewustwordingscampagne, dat er weer aan bijdraagt dat mensen toch eens om zich heen kijken van, hey, ik zie daar die loods bijvoorbeeld, die heeft heel lang leeg gestaan. Ik zie daar weer activiteiten. Of ik zie daar s'nachts busjes staan, heel vaak. Ik ruik dingen in mijn omgeving die er eerst niet waren. Dus elke keer weer aandacht vragen voor de bewustwordingscampagne. Dat helpt toch in het opsporen van. Ja. Ja. Er is een onderzoek geweest over hoe veilig mensen zich voelen in het buitengebied. Wat blijkt daaruit? Nou, dat mensen zich in Pelemaas gelukkig over het algemeen veilig voelen. Maar ik vind het meten van een veiligheidsgevoel is altijd ingewikkeld. Wat is veilig? Dat is heel verschillend. Als je iets meegemaakt hebt, of er is van jou iets gestolen, er is ingebroken, of je hebt te maken gehad met criminelen, dan blijft dat heel lang bij je. En dan raak je dat ook niet zo snel kwijt. Maar als jij nooit te maken gehad hebt met inbraken of met het stelen van je spullen of je fietsen, dan vind je het eigenlijk wel heel veilig. Dus, maar we zien wel, dus dat hopen we ook, dat die enquête ook weer met zich meebrengt. Er gaan dus nu een heleboel partijen weer aan de slag om te kijken van, wat kunnen we doen? Waar zouden we nog extra aandacht aan kunnen besteden? Daar hebben we de inwoners voor nodig, maar daar hebben we ook politie voor nodig. Daar hebben we de milieuinspectie bij nodig. Eigenlijk iedereen bij nodig om te kijken van, op deze plek wordt toch dit veiligheidsgevoel ervaren. Wat kunnen wij als overheid? Wat kunnen de mensen zelf doen? Alles om ervoor te zorgen dat we toch een veilige gemeente blijven. Want dat zie je wel uit de cijfers, dat we dat over het algemeen wel zijn. 60% van de inwoners en ondernemers in het buitengebied voelt zich veilig in de eigen buurt. En hard rijden is de belangrijkste reden waardoor mensen zich onveilig voelen. Ja. Dus een heel eigenlijk andere reden van onveiligheid. Ja, dat is natuurlijk ook zo. We denken al heel vaak inderdaad in de georganiseerde criminaliteit en drugs en dat soort zaken. Maar verkeersveiligheid of het gevoel van verkeersonveiligheid, dat scoort heel vaak op 1, net als hondenpoep. Komt ook vaak wel in die categorie voor. En ik pak dan toch even wel het voorbeeld. Er wordt altijd gekeken, wat kan de overheid doen? Politie moet wat meer controleren. En ik kan me herinneren dat ik zelf een keer mee ben geweest van, burgemeester, je moet toch eens komen kijken hier in deze wijk. Wordt wel erg hard gereden. En met de politie daar naartoe en zo'n camera bij ons. En dat blijkt dus dat vaak toch de mensen uit de buurt zelf zijn. Die te hard rijden. En waar mensen het soms ook moeilijk vinden om elkaar aan te spreken. Dus we kijken natuurlijk altijd, waar kan het veiliger? Maar het is ook vaak een mentaliteitskwestie. Als overheid kun je alleen maar de oproep doen. Je kunt een heleboel maatregelen nemen dat mensen niet hard kunnen rijden. Maar je kunt niet op elke straat en op elke hoek kun je een drempel leggen of een verkeersremmende maatregel. Het is vaak een mentaliteitskwestie. En daar moeten we het met elkaar over hebben. Maar dat kunnen we als overheid niet
alleen oplossen. Nee, een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Zeker, absoluut. Ja. De nummer 1 bij vermoedens van criminaliteit is diefstal van eigendommen. Dat is misschien wel vaak de aanleiding waarop mensen gaan denken van, is er wat aan de hand? Ja, nou ja, dat zie je met name ook in de buitengebieden terugkomen. We hebben jaren geleden ook, en dat plopt af en toe weer eens op. We liggen perfect als Pellemaas. We liggen aan de A67, we liggen aan de A73. Dus je kunt eigenlijk aan alle kanten kun je weg. En we hebben ook jaren te maken gehad met van die rondreizende inbrekers, bendes, zeg maar, die met name in de buitengebieden kijken van, hé, waar staat een schuur open? Ja, het is ook vaak het aanleiding geven tot, hè? Mensen zijn dat gewend in de buitengebieden, de deur hoeft niet op slot en de schuur hoeft niet dicht. Alles staat in het blikveld. Ja, dat daar heel veel gestolen is geworden. En dat is dan meestal 1 week. Bendes die rondtrekken, gaan vervolgens weer door. Maar dat zorgt er wel voor dat je je onveilig voelt. Dat kan ik me goed voorstellen. Dus dat je te maken hebt gehad met diefstal, dan blijf je dat wel een hele tijd achtervolgen. En daar is wat de mensen ook aangeven van, nou ja, dat heeft op mij een impact gehad. Dus ja, ik voel me op dat punt niet veilig. En dat is ook terecht. Er komt nu een werkgroep, hè, met de resultaten die worden opgepakt. Wat gaat ermee gebeuren? Nou ja, dus we roepen ook mensen op die meegewerkt hebben. En we gaan ook kijken, nou, wat is er nou precies in die enquête aangegeven? Waar zouden wij als overheid nog iets kunnen doen? Waar kan bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie wat? Waar kunnen de mensen zelf wat doen? Waar zou je wat meer kunnen doen met verlichting en dat soort zaken? Om dat in beeld te brengen en daar ook weer de knelpunten uit te halen. Om te kijken wie is waarvoor aan zet. Om ervoor te zorgen dat mensen zich nog wat veiliger voelen op bepaalde plekken. Ja, zij gaan ook aan de slag om wat hotspots te plekken in kaart te brengen? Ja. Ja, we hebben natuurlijk, wat ik zei, 11 dorpen, zeer uitgestrekt plattelandsgebied. Dat is denk ik ook de kracht van de buitengebieden. Mensen hebben veel ruimte, je kunt lekker fietsen, je kunt lekker wandelen. Je kunt niet overal lantaarnpalen neerzetten. Maar we gaan inderdaad wel in beeld brengen van, nou, waar geven de mensen aan? Daar zou je naar kunnen kijken, gemeente of woningstichting, of maakt niet uit wie. Of provincie, want natuurlijk ook vaak provinciale wegen. Om te kijken of we daar met elkaar nog een oplossing kunnen vinden. Maar echt dat, 100% veiligheidsgevoel bestaat niet. Nee. U bent wel een strijder, hè? U maakt zich al jaren hard voor dit onderwerp. Waarom vindt u dat zelf zo belangrijk? Nou ja, het is, ik zie en ik lees en ik spreek ook mensen die echt te maken gehad hebben met georganiseerde criminaliteit, maar die ook de vernielingen zijn gegaan door middel van overmatig gebruik van hennep. Mm-hmm. Ecstasy. Sommige gevallen is het goed afgelopen, sommige gevallen ook wat minder. Dus het is gewoon, behalve dat je denkt, nou, het kan geen kwaad, zit er zo'n geweldige grote criminele wereld achter. Is het zo ontzettend slecht voor je gezondheid ook. En iedereen die gebruikt, en vooral de ecstasy, als je de cijfers ziet van het gebruik van ecstasy, dat moet allemaal geproduceerd worden. Wordt meestal geproduceerd in Nederland. Wij zijn wel exportland nummer 1, bijna internationaal. Ja, dan hebben we iedereen ook nodig om ervoor te zorgen dat je het niet gebruikt. Want dan hoeft het ook niet geproduceerd te worden. Dat is natuurlijk utopie om te geloven. Maar daarom kunnen we alleen maar zorgen dat mensen zich bewust zijn van de gevaren. Om in ieder geval het gebruik van ecstasy, het gebruik van hennep. Het lijkt onschuldig, maar als je echt heel veel bloot, dan heeft dat op latere leeftijd heeft dat heel veel schade in je lichaam aangericht. Maar ook om de andere kant van het verhaal. Zorg dat je niet meegezogen wordt in die georganiseerde criminaliteit. Dus, en ik vind als burgemeester, moet je daar ook wel voorvechter voor zijn. Ik heb natuurlijk ook meer instrumenten gekregen de laatste jaren. Toen ik begon 18 jaar geleden als burgemeester, had ik het Damoklesbeleid niet. Nee. Dus dan was er geen beleid waarop ik een woning kon sluiten of een bedrijfspand kon sluiten. Toen werd dat eigenlijk allemaal nog in handen gelegd van de officier van justitie, het Openbaar Ministerie. Ja, je ziet dat zij steeds meer een terugtrekkende beweging hebben gemaakt hierin. Bestuursrechtelijk zijn er steeds meer artikelen waar ik gebruik van kan maken als burgemeester. Daar zijn burgemeesters niet zo blij mee, want soms ben je ook een halve sheriff. Bent u daar blij mee? Ik denk wel dat ik bestuursrechtelijk alles in het werk moet stellen om ervoor te zorgen dat wij boven- en onderwereld niet met elkaar verknopen. Dus dat geldt zowel bij ons in huis, bij vergunningverlening, onderzoek doen op het moment dat iemand de vergunning wil, tot en met het opsporen van en het sluiten van woningen en bedrijfsloodsen. Dus ik ben wel blij met deze instrumenten. Maar veel meer kunnen we er niet bij hebben. Want ik kan het alleen maar bestuursrechtelijk. Het strafrecht, daar ga ik niet over. Daar gaat de politie over en daar gaat het Openbaar Ministerie over. Dus je ziet daar de laatste jaren wel een verschuiving. Maar de instrumenten die ik nu heb, nu ook weer met lachgas, is toegevoegd inmiddels ook weer aan de nieuwe wet.
Dus wat dat betreft kunnen we ook als er grote hoeveelheden lachgas aangetroffen worden, kunnen we ook wat makkelijker optreden. En eventueel ook als het in locaties aangetroffen wordt, ook weer sluiten. Ja. Dus wat dat betreft zie je die opiumwet ook wel veranderen. Maar we hebben ook wel een heel dubbel beleid. En daar maak ik mij ook nog altijd best wel druk over. Dat ik denk van ja, jongens, van de ene kant gedogen we. En aan de andere kant moet je toch optreden op het moment dat er van alles aangetroffen wordt. Dus ik mis wel in Den Haag de discussie over het hele drugsbeleid. Ja. Die is jaren eigenlijk niet meer op tafel geweest. Nee, dat klopt. Nee, en nou ja, je mag dan wel, je mag wel het een en ander kopen in het land. Je mag 5 planten, mag je zelf hebben. De politie kan ze innemen, maar dan word je niet vervolgd. Maar je kunt wel alles wat je nodig hebt om een kwekerij in te richten, dat kun je dan wel weer kopen. Alleen je mag het weer niet in gebruik hebben. Dus ja, ik vind dat echt wel een heel dubbel verhaal. En ik denk dat wij heel vaak wel moeten dweilen met de kraan open als gemeente op dit vlak. Dus ik hoop dat er toch nog een keer een fatsoenlijke discussie gevoerd gaat worden in Den Haag over wat mag nou wel en wat mag nou niet. En nou ja, daar heb ik altijd mijn hoop nog op gevestigd, laat ik het zo zeggen. Er komen ook nog cyber agents voor Pillemaas. U heeft een oproep gedaan. Ja. Wat houdt dat precies in? Nou, dat gaat binnenkort gaat er een provinciale aftrap komen. Dat alle burgemeesters aandacht vragen voor de gevoeligheid voor jongeren tussen 8 en 12 jaar. Als zij gebruik maken van telefoons, als zij gebruik maken van TikTok, van de social media, de socials zeg maar. Om een app te downloaden, een soort spel, om te zien wat zijn nou de valkuilen. Waar moet je op letten? Nou, we krijgen dadelijk ook een oproep. Daar zullen we ook nog volop aandacht aan besteden. Dat kinderen zich ook kunnen melden. Die kunnen zich aanmelden via dat spel. En die kunnen zelf de beste cyberagent worden van Pillemaas. Dus je moet dadelijk even aangeven, maar dat die uitleg komt nog, van dat je wel in Pillemaas woont. En dan ga je dat spel spelen. Dan ben je zelf redelijk gewapend om te kijken, wat zijn nou de valkuilen, hè? Ben ik er ook ingetrapt, ja of nee? En de bedoeling is dat de kinderen tussen 8 en 12 ook weer hun opa's en oma's, vaders en moeders helpen om te zeggen, nee, dat moet je niet doen. Want daar zou zomaar eens iemand anders achter kunnen zitten. Of iemand die jouw geld aftrokkelt. Dus ik vind het een heel mooi initiatief. Het is ook een landelijk initiatief. Wat we ook in de provincie gaan omarmen. Om met name de doelgroep 8 tot 12-jarigen toch wat ja, ook een beetje te weren en wat meer weerbaarder te maken tegen de socials. En trap er niet in, zo zou ik het eigenlijk willen noemen. Ja. Die oproep komt dus nog, maar die is inmiddels ook gedaan met een oproep van uzelf om hulp. Dat gaat binnenkort allemaal komen. En er komt een regionale aftrap. Met name scholen worden daar ook bij betrokken. Dus daar komen ook lespakketten. Er komt ook heel veel foldermateriaal, infofilmpjes en dergelijke, die de scholen ook kunnen gebruiken. En zo ook kinderen bewust laten worden van, hey, zie de gevaren ook van social media. En het is niet allemaal zo leuk en aardig als het er vaak uitziet. Ja. Tegelijkertijd gaat het weer allemaal beginnen. De zomervakantie is afgelopen. U bent weer fris gestart, geloof ik. Zeker. Komende weken ook weer kadernota. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Wij zitten, dat is natuurlijk over de vakantie heen getild. Hè. Dat zou de laatste vergadering voor de zomerreces zijn. En in verband met het overlijden van Anget Mestrom is dat verplaatst. Dus daar gaan we volgende week mee van start. Nou, dat is eigenlijk weer de opmaat tot de begroting. Het ligt wel een beetje dicht bij elkaar nu. Nou, dan zullen we ook meteen de nieuwe wethouder installeren. Ja. S'avonds Thijs van Lierop. En dan, dan gaan we weer voort. Dan komen we weer snel genoeg. Verkiezingen komen er weer aan dit jaar. Nou, de opmaat voor de begroting. Een heleboel besluitvormingstukken. Heel veel contacten weer in de samenleving. Dus het is ook wel weer volle bak. Maar ook wel weer mooi om heel veel mensen te zien. Heel veel mensen te spreken. En deze oproep ook van mensen. We moeten het samen doen in Pillemaas. Ook al onze inwoners zijn de ogen en oren om dingen te melden waar het niet goed gaat. Maar ook dingen te melden waar wel goed, dat niet wel goed gaan. Zodat we ook samen kunnen vieren. Want dat hoort er ook bij. Dus ik ben er helemaal klaar voor. En met mij heel veel. Vorige week maakte Teun Helders ook nog bekend te vertrekken uit de raad. Dus daar wordt ook nog een wisseling komt op. Ja, kunt u daarvan? Ja, daar komt ook. Ik vind het wel een vanzelfsprekende stap bijna voor hem. Ik denk dat hij er ook wel voor klaar is. Hij heeft natuurlijk een beetje alle facetten van het openbaar bestuur gezien, lokaal, provinciaal. En als hij hiervoor gevraagd is, dan is dat een grote uitdaging. Hij heeft natuurlijk in het verleden gezegd, nou, dat ga ik maar niet doen. Mm-hmm. Maar nu is er beroep op hem gedaan. En, dus we gaan afscheid van hem nemen in de raad. En dan komt Karin Jacobs komt weer terug, ook een oude bekende. Ja,
Ze zat al in de raad, dus ja. Zeker. Was natuurlijk heel erg teleurgesteld dat ze er niet in zat. Het scheelde maar twee ronde. Stemmen, geloof ik. Het scheelde maar twee stemmen. Dus ja. Die gaan we ook weer verwelkomen. En, nou, dan hoop ik dat er wat meer rust gaat komen. Want we hebben natuurlijk best wel een hele onrustige periodes gehad met de ziekte van Margrethe. Wisselingen van de wacht. Dus hoop ik dat het even wat rustiger blijft. En dat we met elkaar weer een mooie nieuwe start kunnen maken. Succes daarbij. Dank u wel dat u er was. En we spreken elkaar snel weer. Zeker, dank je wel. Natuurlijk gaat het handbal ook weer beginnen. Bevo maakt zich klaar voor een nieuw seizoen met een nieuwe trainer. En wij gingen kijken naar de training vlak voor de eerste wedstrijd van de Binnenleague. Liever willen ze vorig seizoen helemaal vergeten. Met een frisse start begint het eerste herenteam van Bevo zaterdag aan de Binnenleague. Met een nieuwe coach. Hans van Dijk kwam deze zomer over van Tachos. We zijn 3 augustus begonnen. Nieuwe groep. Toch wel een aantal jongens die terugkwamen van blessure. En een aantal jongens die nieuw zijn. En ik ben ook nieuw. Dus we hebben ook een nieuwe assistent. We hebben een nieuwe keeperstrainer. Dus het hele palet was eigenlijk wel nieuw. En ja, dan moet je altijd van elkaar wennen. Maar ik moet zeggen, we zijn nu 3,5-4 weken bezig. En het is gewoon een hele hechte groep. En we halen er heel veel energie uit. En we hebben eigenlijk wel veel vertrouwen in het seizoen. En we hopen dat we zaterdag een goede wedstrijd spelen. Zodat we in ieder geval het gevoel hebben dat de voorbereiding zijn effect heeft gehad. Bevo kende een teleurstellend seizoen voor seizoen. Veel wedstrijden werden verloren. Trainer Richard Curfs moest na 1 seizoen al het veld ruimen. Afscheid nemen van de trainer is natuurlijk nooit leuk. Nu met Hans voor de groep weer compleet iets anders. We hebben veel jonge jongens en we zullen gaan zien hoe dat gaat lopen. Maar dat er talent in de groep zit, dat is zeker. En ik denk dat we tot grootste dingen in staat zijn. Alleen, we zijn jong. Dus dat kan de ene wedstrijd kan het heel goed zijn, de andere wedstrijd wat minder. En dan moeten we een balans in zien te vinden. Maar als alle talent eruit gaat komen dit seizoen, dan kunnen we hele mooie dingen laten zien. Nou, het doel is eigenlijk om mee te spelen om de prijzen. Dus bij de Beneliga houdt het in bij de eerste 4. Natuurlijk zijn een aantal ploegen zijn normaal gesproken wat sterker. Maar ik vind dat we mee moeten spelen om plek 4. We hebben een goede mix. We hebben een brede selectie. We hebben op iedere positie 2 goede spelers. En in de Handball en Nelly, ja, daar wil je eigenlijk meedoen om de finales. Want je gaat met elkaar niet zo vaak trainen om te zeggen van het rechterrijtje is ook goed. Kijk, het ligt heel dicht bij elkaar. Heel veel ploegen. Dus het is ook vorm van de dag. Maar ik vind met zo'n ploeg waar we mee bezig zijn en wat we willen, moet je de ambitie uitstralen. En we gaan er alles aan doen om dat te bereiken. Ik denk dat de Benelieke iedereen heel dicht op elkaar zit. Plek 3 tot en met 10 is altijd best wel onvoorspelbaar. En dat is ons doel. Daar gaan we voor en wij willen erbij zitten. Nick Jordens is er weer bij. Na een zware blessure is een van de belangrijke spelers van de Panningshandbalploeg hersteld. Ik heb vorig seizoen wel een wedstrijd meegespeeld. En toen was ik zo goed als fit. En nu ben ik klaar voor meer minuten. Ja, dat is een lang traject. Dus hoe langer het duurt, hoe meer zin je erin krijgt om weer echt te gaan beginnen. Dus ik hoop dat ik dit seizoen belangrijk kan zijn voor de ploeg. En mijn steentje kan bijdragen in de ontwikkeling van de jongens. En dat we dus echt iets moois kunnen gaan bereiken. Bevo start in de Binnenleague met een wedstrijd tegen nieuwkomer Izegem uit België. Ja, we spelen tegen een promovendus, dus we hebben wat te bewijzen. En ik denk dat we ook de kwaliteit hebben om dat te kunnen bewijzen. En ik denk dat we er klaar voor zijn. Het is de eerste wedstrijd, dus er zit natuurlijk altijd wat spanning op. Onzeker van waar staan we. We hebben in de voorbereiding veel tegen Duitse ploegen gespeeld. Nou, die waren over het algemeen net iets sterker. Tuurlijk moet je vertrouwen hebben. Als je ambitie hebt, dan moet je je eerste wedstrijd gewoon goed neerzetten. En daar hebben we ook vertrouwen in. Dus we gaan het meemaken. Maar ik ga ervan uit als we ons spel spelen dat we winnen. De Binnenleague start morgen. Dit was Studio PNM voor deze week. Volgende week zit Pascal Meijer hier. Dan ontvangt hij de kerstverse wethouder Thijs van Lierop. Graag tot dan. Fijn weekend.